En dan, ik dacht dit weekend, ik doe eens gek. Ik stap even buiten mijn bubbel, even een weekendje niet naar het Concertgebouw. Ik ga naar iets heel anders. Een Eritrees feest. Met hapjes. En leuke muziek. Ik dacht, nou, dat wordt gezellig. Mwah. In Den Haag is de mobiele eenheid in actie gekomen nadat er rellen waren uitgebroken tussen twee groepen Eritreërs. Er vliegen stenen door de lucht die uit de stoep zijn getrokken. Politieauto's worden in brand gestoken, net als deze touringcar. Ja, dat was toch niet helemaal wat ik ervan had verwacht. En ik ga volgende keer sowieso niet met mijn touringcar. Maar twee groepen Eritreërs die elkaar in Den Haag de tent uitvechten, ik snap daar helemaal niks van. En ook de Tweede Kamer eist inmiddels uitleg. Dus ja, we hebben geen keus. Het is tijd voor... Yes, tot op de bodem. En vandaag duiken we dus in groepen Eritreërs die buiten Eritrea met elkaar vechten. Zaterdagavond liep het, zoals gezegd, uit de hand in Den Haag. En dat was behoorlijk zorgwekkend. Ik zag net nog een agent en die kreeg een rots op zijn schouder. En die liet zijn schild gewoon vallen. Nou, dat is zorgwekkend in mijn stadje. Wacht even. Iemand liet zijn schild vallen omdat hij een rots tegen zijn schouder kreeg. Dat klinkt meer als een gevecht in The Lord of the Rings. Maar dat gebeurde dus gewoon in zijn stadje, Den Haag. En daar schrok ook burgemeester Jan van Zanen van. Dat is onacceptabel in een beschaafd land en in Den Haag. Ja, in een beschaafd land en in Den Haag. Dat zijn twee heel verschillende dingen. Ja, toch mensen? Die Van Zanen die heeft het trouwens wel super druk als burgemeester van Den Haag. Hè? Extinction Rebellion op de A12, boze boeren op het Malieveld en dan ook nog rellende Eritreërs. Maar zijn grootste probleem, dat is een paraplu. Ik stel vast dat deze mate van gewelddadigheid ons niet eerder heeft plaatsgevonden. Ja, daar moeten we naar de oorzaak kijken. Jan, hou vast, jongen! Hou vast! Maar helaas... Oh. En de rellen in Den Haag dit weekend waren dus extreem, maar dit soort conflicten zijn er best vaak. Vorig jaar in Rijswijk vielen meerdere gewonden rond een Eritrees feest. En in 2017 was in Veldhoven de kans op geweld zo groot dat de burgemeester een bijeenkomst van Eritreërs verbood. Waarom gebeurt dit steeds? Nou, om dat een beetje te snappen, moet je even weten wat er in Eritrea aan de hand is. Heel kort, Eritrea. Dat is een land aan de Rode Zee. Er wonen ruim 6 miljoen mensen. Het nationale gerecht is spaghetti. En de staatsvorm is dictatuur. Vroeger was Eritrea onderdeel van Ethiopië. Maar omdat het daar vanaf de jaren 60 tot begin jaren 90 oorlog was, kwamen er veel Eritreërs naar Nederland. Die mensen die vluchten dus voor de burgeroorlog. Dat is de ene groep Eritreërs in Nederland. En die zijn hier dus al heel lang. Maar in 1993 werd Eritrea onafhankelijk en toen kwam deze man aan de macht, Isaias Afwerki. Zo heet hij. In het begin vond iedereen hem supercool. Bill Clinton noemde hem een Afrikaanse renaissance-leider en mensen waren echt gek op hem in de 90s. De KRO ging bij hem langs en die waren ook zeer over hem te spreken. In Afrika's jongste land bestaan wonderbaarlijk weinig wraakgevoelens. Zeker niet bij de meest bescheiden machthebber van het hele continent. Dat is hem toch? Dat is hem namelijk, de president. Good morning. What's your schedule today? You go to the boat race? Ja, dit lijkt een hele leuke knakker, maar zoals met alles uit de jaren 90, als je er later op terugkijkt, dan valt het toch een beetje tegen. Weet je toch? Ja toch, Too Unlimited. Leuk liedje, maar ook wel gewoon heel vaak het woord no achter elkaar. Want inmiddels zijn we 30 jaar verder en is Afwerki vooral nog goed bevriend met Vladimir Poetin. En zijn land, Eritrea, heeft hij omgebouwd tot iets wat het Noord-Korea van Afrika wordt genoemd. En niet omdat Afwerki zo'n guitige bolle toet heeft, maar bijvoorbeeld omdat er geen vrije pers is en ook geen buitenlandse journalisten naar binnen mogen. We weten dan ook nauwelijks wat daar allemaal gebeurt. Is er dan geen kritiek? Jawel, een van de weinige oppositieorganisaties heet Freedom Friday. En dat is dus niet dat je op vrijdag in je blote lul naar kantoor mag, zoals in Hilversum. Nee, maar zelfs hen lukt het al nauwelijks om beelden uit Eritrea naar buiten te krijgen. In their 4 years of trying, Freedom Friday have managed to smuggle just 15 minutes of footage outside of the country. Any footage from inside the country that is smuggled out is newsworthy. In 4 jaar tijd maar 15 minuten aan beeldmateriaal. Dat TikTok de gemiddelde puber in 1 kleine pauze.
En ik snap wel dat de regering liever niet op tv komt, want Eritrea staat tweede op de wereldwijde slavernij-index, net onder Noord-Korea, maar nog wel boven Tony Chocoloni. En ze staan zo hoog op die index omdat de dienstplicht daar in theorie 18 maanden duurt, maar vaak voor onbepaalde tijd wordt verlengd. Soms duurt de dienstplicht zelfs meer dan 10 jaar. Dat gebeurt in Nederland alleen als iemand kwijtraakt tijdens de dropping. En die dienstplicht in Eritrea kan militaire dienst zijn, maar je kunt ook aan het werk worden gezet als ambtenaar of stratenmaker, of je moet werken voor een van de bedrijven van de vriendjes van de president. Wij noemen dat dwangarbeid, maar president Afwerki ziet dat als een heel normale stap in je maatschappelijke ontwikkeling. It's not a question of national service or avoiding the national service. You aspire to become someone in this society and have good quality life. You work for that. You don't get it free. People learn it either the easy way or the hard way. Ja, en de hard way, dat is in het geval van Eritrea opgepakt worden tijdens een razzia. Want dat gebeurt er als je de dienstplicht probeert te ontduiken. En dit alles zorgt er dus voor dat de laatste 10 jaar een nieuwe groep Eritreërs naar Nederland is gekomen. Namelijk mensen die willen vluchten voor het regime. Jonge Eritreërs willen zo graag het land ontvluchten dat het Eritrese voetbalelftal al sinds 2010 geen wedstrijden meer heeft gespeeld, omdat het 3 keer is gebeurd dat na een wedstrijd in het buitenland het hele team verdween. Daar zijn ze bij Ajax inmiddels ook bang voor, dat ze uit moeten bij Fortuna Sittard en dat alle spelers asiel aanvragen in Limburg. Zitten ze opeens allemaal ondergedoken in het orkest van André Rieu. Ja, we hebben weer een mooi zoekplaatje voor jullie. Oké, dus nu snappen we dat er 2 groepen Eritreërs in Nederland zijn. De mensen die hier al langer zijn, van wie een groot deel Afwerki steunt, omdat die hem nog kennen uit zijn coole 90s-tijd. En de recentere vluchtelingen, die juist tegen Afwerki zijn, omdat ze hem kennen als verschrikkelijke dictator. Nou, die eerste groep had dus een feestje in dat zalencentrum in Den Haag. En officieel was dat een nieuwjaarsfeest, maar volgens tegenstanders wordt op dat soort bijeenkomsten geld ingezameld voor het dictatoriale regime in Eritrea. En er zijn ook mensen die zeggen, het was gewoon een supergezellig feestje. Zoals oud-CDA-politica Mira Komen, die is namelijk, dat is echt waar, woordvoerder van de Federatie van Eritrese Gemeenschappen. En dat kun je een beetje een raar baantje vinden, maar ik ben zelf al 4 jaar actief voor de Chileense gemeenschap van Pinochet in de wijntelers op Schiermonnikoog. Hele leuke mensen trouwens, willen gewoon wijn verbouwen, dus laat ze alsjeblieft met rust. Maar goed, zij is dus de vertegenwoordiger van de Eritreërs die hier al langer zijn. En als je haar gelooft, zijn dat heel onschuldige feestjes. Er wordt geen politiek bedreven. Ik weet dat we dat graag zo zouden willen framen, maar er wordt geen politiek bedreven. Er wordt gezamenlijk een feest gevierd. Men wil samen zijn. Men wil elkaar ontmoeten. Men wil elkaar bijkletsen. Ja, ze willen gewoon een beetje bijkletsen over Eritrea. Hè, recepten uitwisselen, dat soort werk. En dan snap ik dat het irritant is als er de hele avond bakstenen door het raam worden gesmeed. Maar de mensen die de bakstenen gooiden, die zeggen, dit zijn helemaal geen gezellige mensen. Dit zijn vertegenwoordigers van het regime dat ons het leven zuur maakt. Want behalve moderne slavernij in eigen land, bemoeit president Afwerki zich ook nog eens met alle Eritreërs in het buitenland. There is intimidation in our community. There is always watchdogs from the government. What we have spoken or what we are supporting or not supporting the government. If anything comes opposing the government, there will be no any consular service from our embassy. And maybe there could be consequence to our family in Eritrea. Dus de regering in Eritrea houdt Eritreërs hier in Nederland in de gaten. Als die Afwerki niet steunen, dan kan hun familie in de problemen komen. En daar blijft het niet bij, want Afwerki ziet iedereen van Eritrese afkomst als een manier om geld te verdienen. Eritreërs in het buitenland moeten namelijk 2% van hun inkomen afdragen aan de regering daar. En dat kun je maar beter niet weigeren, vertelt deze oud-politicus die naar Nederland is gevlucht. Not paying 2% is a kind of certificate that you are in opposition. And that goes back to your family. And your family are known and they will be threatened by wherever they are. Eritreërs moeten dus betalen aan het regime waarvoor ze zijn gevlucht. Net als bij een echtscheiding. Ja toch mensen? Nee. Ik ben nooit gescheiden, ik weet het niet. Maar goed, een paar mensen zijn heel enthousiast. In dat Haagse zalencentrum zaten dus mensen die voor het regime waren. En buiten stonden dus mensen die tegen het regime waren. En die hebben dus geprobeerd om het zalencentrum binnen te dringen, wat uiteindelijk een veldslag werd met de politie.
En dan denk je dat je het een beetje snapt. Maar Nieuwsuur had gisteravond ook nog een hoogleraar internationale betrekkingen te gast. En die denkt weer dat er tussen de anti-regeringsdemonstranten stiekem ook pro-regeringsmensen zaten die geweld wilden uitlokken. Hier. Nou, ik heb enige reden om te twijfelen, omdat er bij incidenten in de afgelopen jaren geweld is gepleegd door milities die vanuit Eritrea getraind waren om tijdens deze festivals geweld uit te lokken. Wat? Dus die mensen buiten waren misschien wel door het regime gestuurd om de tegenstanders van de voorstanders van het regime een slechte naam te geven? Ik snap hier helemaal niks meer van. En ik blijf dus achter met twee grote vragen. 1. Waarom is dit zo ingewikkeld? En 2. Wat hoor ik nou toch steeds? Wat is dat? Die is al halverwege Duitsland, joh. Nou ja, mocht ik erachter komen hoe het zit, dan hoor je het hier. Of op teletext of zo. Kijk maar, dit was... Wauw, liggen de hele avondshow-afleveringen nou alweer bij NPO Start in de schappen? Ach, het is ook elk jaar vroeger. Maar ik vind ze stiekem toch altijd ook wel weer lekker, eigenlijk.